met het doel medewerkers van organisaties die te maken hebben met het verstrekken van rolstoelen te trainen, heeft de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vandaag voor de tweede keer een rolstoeltrainingproject uitgevoerd. Dit project wordt in samenwerking met de Stichting Trainingsprojecten voor Jeugdige Gehandicapten in Suriname, TJG, gedaan. Een uitkomst van de training moet zijn dat de juiste rolstoelen gegeven worden aan behoeftigen. Donald Hart, projectmanager van de kerk uit de Verenigde Staten van Amerika, is naar Suriname afgereisd om deze training uit te voeren. We have a worldwide wheelchair program. Suriname participates in that. And how we work the program is we ship the wheelchairs down here. We have shipped a 40-foot container containing over 300 wheelchairs to our partner here, but included in addition to those wheelchairs are a number of canes, crutches, and walkers. The sole purpose of this is to help those in need, those that need mobility, that have lost a limb or for some other reason do not have mobility. The sole purpose is to help those in need. We have a team of two physical therapists and a technician that have come with us, all volunteers that are here to conduct 4 days of training. De training wordt verzorgd door twee fysiotherapeuten en een technicus afkomstig uit Amerika, die bijgestaan worden door een vertaler. Norine Pinas, directeur van de TJG, gaat nader in op het doel. Dit is onze tweede project. Ze hebben dit keer 33 rolstoelen gedoneerd aan Suriname. En deze stoelen zullen dan geschonken worden aan behoeftigen binnen de samenleving. Aan dit project nemen deel medewerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken. Het is eigenlijk een project van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen is het onderzoek gebleken dat er vaak verkeerde rolstoelen worden verstrekt. Dit heeft tot gevolg een verzwaring voor de gebruiker van de stoel. Deze training zal ertoe bijdragen dat zulks niet meer gebeurt. De rolstoelentraining wordt gehouden in de kerk aan de Franciscanenstraat en wordt op 22 maart afgesloten.